Superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Ik ben Carlijn Tukkers en ik leer jullie alles over bloemschikken. En vandaag gaan we aan de slag met het thema liefde. Valentijnsdag komt eraan en we kunnen allemaal wat extra liefde gebruiken in deze tijd. Dus daarom daarmee aan de slag. Je kan straks ook zo'n pakket winnen. Daarover straks meer. Maar ben je nog niet geabonneerd? Doe dat dan. Dan blijf je op de hoogte van alle video's die ik maak. Kost helemaal niets, maar je helpt mij ook nog eens groeien. En doe een duimpje omhoog als je dit soort video's leuk vindt. Dan gaan we gauw aan de slag. Wil je dit pakket nou meedoen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. En jullie hebben nog een winnaar van mij te goed. Je kon namelijk het bollenstuk winnen door een leuke reactie achter te laten onder die video. Die winnaar komt hier in beeld. Gefeliciteerd! Jij mag contact met ons opnemen en zorg dat het mooie pakket jouw kant op komt. En dan kun je dit cursuspakket straks ook winnen. Wat moet je daarvoor doen? Laat even een leuke reactie achter wie jij een beetje extra liefde gunt. Misschien wil je het cursuspakket wel voor jezelf maken of voor een ander. Maar laat het even hieronder weten. Of het voor jezelf wil, is het ook helemaal prima natuurlijk. Maar ik ben heel nieuwsgierig. Doe een duimpje omhoog en abonneer op het kanaal. En dan doe je al mee met deze winactie. Dus zo makkelijk is het. En dan wordt 10 februari de winnaar bekendgemaakt. Zodat 14 februari degene verrast wordt met een pakket in huis. Dus maar gaan we nu echt gauw beginnen. Ik heb hier als eerst een mooi oasehart. We gaan dus aan de slag met een hart. Een beetje liefde. En die gaan we op een aparte manier opmaken. Ik haal jullie even iets dichterbij. Dan kunnen jullie precies zien wat ik doe. Zoals je ziet heb ik hier een mooi oasehart. En ik heb mooie roze rozen. Het opsteken van hart is niet altijd makkelijk. Je moet heel goed opletten hoe je het verdeelt. Ik vind het altijd belangrijk dat het hart echt een puntje heeft. Dus ik ga de eerste bloem hier onderin steken. En ik snij alles natuurlijk goed schuin aan. Zo weet je dat dit echt het puntje wordt. En uit vandaar werken we verder. Ik zet ze allemaal aan de zijkant. Snijd het schuin aan. Steek het mooi diep weg. En zo werk ik even helemaal rond. Zoals je ziet heb je hier eigenlijk een beetje hetzelfde. Dus ik laat deze even open. Die werken we straks naar binnen beter weg. Zodat de vorm er goed in blijft. Ik vind het altijd mooi als een hart mooi van buiten naar binnen bol loopt. Vandaar dat ik op deze manier begin met opsteken. Anders is de kans groot dat je het alleen aan de bovenkant hebt. En dat vind ik zelf net iets minder mooi. Zoals je ziet is nou de buitenkant opgewerkt en hebben we het mooie de vorm al in. Dan zet ik het ene roosje in het midden. Omdat je vanuit daaruit weer verder werkt. En dan zet ik hem iets schuin er weer achter. Vanuit daar maken we de tweede rij en deze loopt iets schuin. Je steekt hem dus echt van bol naar buiten naar binnen, zodat het een mooi kussentje wordt. Zoals je ziet is nu het tweede gedeelte gevuld. Wat dan belangrijk is met het laatste stukje dat je hem net iets hoger werkt. Dan gaan we het extra asparagus toevoegen. En deze laat er een beetje tussen lopen. Dit vult gelijk mooi op en geeft een luxe sfeer.
hebben nu hier al een hele mooie basis, zoals je ziet. Het was al een mooi kussentje, maar ik vind het mooi om altijd even de vorm extra te versterken. Dat gaan we doen door berengras te gebruiken. Daarnaast geeft het ook nog eens een apart effect. Dus ik ga ze er per stuk aan de zijkant insteken. En dit doe ik vanaf één kant. Ik steek hem bovenin het midden. En we laten dit straks vanuit buiten meelopen naar beneden, zodat we het echt het hard effect nog extra kunnen versterken. Vooral omdat we wat grovere bloemen hebben gebruikt, de rozen, op een klein hart. Kun je dat op deze manier nog even extra versterken. Zoals je ziet heb ik de berengras bovenin het hart gestoken. Niet in het hart, maar ja, aan de bovenkant, in het midden, laten we zeggen, van het hart. Ik heb dat in twee delen gedaan, dus dat kan ik opsplitsen. En ik laat hem dan meelopen met het hart zelf. En dit zet ik aan de zijkant vast met een krammetje. En dit doe ik dus aan beide kanten. En ook dit zet ik even vast met een krammetje. En kijk wat er nu al gebeurt. Er komt een heel mooi sfeertje. En dit versterk ik nog even met wat takjes. Deze zijn wat stugger. Dus deze moet je even dubbel vastzetten. Zoals je ziet krijgen we echt een heel mooi hard effect. Dit wil ik op zich wel versterken. Dus ik verleng de takjes aan deze kant. En dit doe ik ook aan de andere kant. En ik maak ze straks vast. Dus... kijk even goed waar ik het wil hebben. En hier onderaan maak ik de takken die lang genoeg zijn vast met een stukje touw. Dit wikkel ik gewoon. En de stukken die nu nog los hangen, die bevestig ik ook met een stukje touw aan de andere takken. En zo versterk je eigenlijk de vorm. Al de vorm en je krijgt een heel apart effect, maar je ziet dat hij hier wat smaller loopt, dus ik wil hem daar nog eens een keer versterken met wat extra berengras. Ik stop daarom aan de zijkant meerdere soorten berengras. En kijk daarom ook goed naar de beweging in jouw stuk en wat de vormen doen. Zodat je dat hart goed versterkt. Je kan eventueel, als je het niet te strak hebt, kan je dit nog eventjes iets aanhalen. Zodat je de vorm er misschien nog net iets beter in krijgt. En dat doe ik ook aan de andere kant. Dan heb ik nog een mooie tak met katjes. En daar doe ik hetzelfde mee. Maar ik laat hem echt via de onderkant lopen. Omdat hij wat zwaarder is.
wat stijver eigenlijk. Als je deze aan de bovenkant zal doen, dan zal je de rest van de takken allemaal omhoog halen. Aan de ene kant doe ik een takje met katjes. En aan de andere kant heb ik mooie Scrasperia. En deze ga ik op verschillende lengtes mee laten lopen met het hart. Maar ik laat hem wel weer vanuit hetzelfde punt komen. Kijk je goed of ze goed op lengte zijn en of ze naar verhouding in het stuk komen. En dit bevestig ik voorzichtig met een heel dun ijzerdraadje. Het liefst aan de takken, omdat die wat steviger zijn en niet alleen aan het berengras. En het ijzerdraad wat uitsteekt, knip je natuurlijk even netjes af. Kijk dan die vorm en hoe apart het is. Heb je nu op sommige plekken nog een beetje oase zichtbaar, kan je dat een beetje opvullen met Silantia. Vind ik altijd echt een mooi product, omdat het grijzige qua kleur vind ik altijd gewoon heel mooi. Het hoeft echt niet veel te zijn, maar het geeft soms ook net even een luxe effect. Of je gebruikt nog een beetje asparagus, mocht je dat nog over hebben. Je kan het er gewoon zo tussen doen. Je kan ook een krammetje gebruiken. Het is net wat je prettiger vindt. Maar vaak blijft Tilantia er ook wat tussen zitten. Maar wil je het echt gaan vervoeren, gebruik dan even een krammetje. En jongens, kijk dan hoe apart het hart is geworden. Hè? Echt net even anders dan anders. Dat lijnenspel maakt hem eigenlijk helemaal af. Ik vind het echt toch natuurlijk, maar wel veel kleur en... Goed, wil je dit pakket bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Je kan dus meedoen met een winactie waarbij je dit als DIY pakket kan winnen voor jezelf of voor een ander. Laat het hieronder in de reacties even weten. Abonneer op mijn kanaal en doe een duimpje omhoog. En dan wil ik jullie bedanken voor het kijken en zie jullie mij de volgende keer weer. Doei!